Ja, ja, het is weer zover. Ik mag weer voor het eerst met de nieuwe krokken gaan spelen. Die gewoon momenteel nog niet uit is. Ja, ik vind het stiekem eigenlijk wel heel erg leuk dat ik dit mag doen van Brawl Stars. Maar hey, het is ook leuk voor jullie, want nu kunnen jullie zien hoe de nieuwe knokker speelt zonder dat hij echt uit is. Dus je weet al hoe die speelt voordat je hem krijgt, wat handig is. Want dan kan je meteen met de nieuwe knokker goed spelen. Ja, ideaal. Ideaal voor iedereen, helemaal top. Maar vandaag gaan we dus met Grom spelen. Grom is de nieuwe epische knokker in Brawl Stars. Die komt met de nieuwe update. Die komt al heel snel, dus dat is erg nice. En die kan je ook gratis spelen met de challenge. Dan moet je 9 winsten halen, dan kan je gewoon gratis deze knokker krijgen. Dus in principe is dit een soort van gratis knokker, want 9 winsten halen, ja, ik weet niet. Voor sommigen is dat misschien wel lastig, maar je kan voor 1 edelsteen ook extra levens kopen. Dus het is in dat opzicht wel een challenge die haalbaar moet zijn voor de meeste van jullie. Dus dat is wel echt enorm nice. Maar vandaag gaan we dus spelen met Grom. We gaan kijken wat de gadget inhoudt, wat de sterkkrachten inhouden. En dan gaan we eens kijken hoe die speelt. Ik ben echt heel erg benieuwd, want ik heb zelf nog niet met Grom gespeeld. Ik wou daar expres mee wachten voor deze video. Kijk, dan heb ik gewoon een eerlijke eerste reactie. Want als ik er al mee heb gespeeld, dan weet ik het al een beetje. En dat is dus nu niet het geval. Maar voordat we gaan beginnen met Grom spelen, doe even dat duimpje omhoog. Zouden we 3000 likes kunnen halen. Het zou heel tof zijn. En vergeet natuurlijk niet te abonneren en dan een belletje te drukken. Want er komt binnenkort nog een live video aan. Dan ben je als eerste op de hoogte. En trouwens, Bowser's kleding is in de aanbieding. Dus mocht je Bowser's kleding willen kopen, ga naar bowser.nl. Tot eind van dit jaar alles in de aanbieding. Dus zeker weten, even een checken uit voor het geval dat je nog een leuke Bowser's t-shirt of trui wil kopen. Of een pet, kan natuurlijk ook. En dan gebruik de code Bows in de Brawl Stars shop als je een aankoop doet. Maar laten we maar gewoon even wat potjes gaan spelen met Grom. Maar eerst ga ik even de gadget bekijken en de sterrenkrachten. Even kijken wat ze doen. Grom zet een uitkijktoren neer die ervoor zorgt dat hij en al zijn bondgenoten, zeg maar, in een groot gebied door bosjes heen kunnen kijken. Dat is vet. Ja, dat is echt heel nice. Nu ben ik wel heel erg benieuwd hoe groot dat gebied dan is. Maar daar gaan we zo meteen naar kijken. Vervolgens heb je een sterrenkracht. Als Grom super volledig geladen is, gaat zijn bewegingssnelheid met 15% omhoog. Ook heel erg nice. En wat is de andere sterkracht? Dat is de X-Factor. Ja, programma van vroeger. Ik weet niet of jullie die dat nog kennen, maar dat was een soort van The Voice of Holland van vroeger. De scherven van Groms hoofdaanval richten 30% extra schade aan op maximum bereik. Dus dan doe je meer schade op het moment dat hij op maximum bereik is. Op zich ook nice. Doe je gewoon extra schade. Ik zal eerst wel even sneller lopen gaan selecteren en dan gaan we even een potje spelen met Grom. Helaas moet ik dat wel tegen bots doen, want ik kan dat niet in deze versie van Brawl Stars tegen andere spelers doen. Dus dat is een klein nadeeltje. Maar hey, dan is het voor mij ook leuk als ik wel tegen echte spelers moet binnenkort. Maar ik dacht, weet je wat? We doen even een potje in oproergod. Aangezien je een toren hebt, kan je die toren neerzetten. En kan je misschien best wel goed spelen, aangezien je dan vervolgens in het midden iedereen kan zien lopen. Dus we gaan het zien. En oké, we gaan eerst even hier kijken. Kunnen we die Rosa pakken? Kan je ook al je schoten tegelijkertijd raken? Daar ben ik benieuwd naar. Stel, ik raak die Rosa in het midden. En volgens mij doe je sowieso de hele tijd 1500 schade. En we bewegen dus nu sneller. En mijn super, ik zet hem gewoon in. Boom! En oh! Dan maak je dus ook gewoon nog muurtjes mee kapot. Dat is ook nice. Ik moet trouwens hier even uitkijken. Ja. Ik weet niet of Grom de beste knokker gaat worden als ik het zo zie. Ik zal trouwens hier even kijken of ik hier die kan killen. Die Bibi. Ga weg, Bibi. En oh, je doet wel echt heel veel damage. Dat is echt niet normaal. Oké, okay, maar ik zal mijn uitkijktoren eens neerzetten. Ik zet hem hier zo om het hoekje. Oh, dan kan je echt heel ver doorheen kijken. Dat is echt heel leuk. Ik zal hier trouwens even uitkijken. Ik zal die toren weer neerzetten. Ja, je kan echt heel ver kijken. Oké, okay, ik moet tegen een Frank. Die best wel heel sterk is. Ja, dat is echt niet normaal. Oké, okay, ik ga eerst even levens erbij krijgen. En dan ga ik even proberen sterker te worden. Dit zal wel heel lijp zijn als ik dit nog kan winnen. Ik zal even hier om het hoekje. En dan zet ik hier mijn toren weer neer. Oh, daar is die Frank ondertussen. Dus je toren gaat wel langzamerhand naar beneden. Dat is wel een beetje jammer. En wat gaat die Frank doen? Die zet ze super in op mijn gadget. Ja, oké. Okay. Het is handig, maar het is niet super handig of zo. Oké, dat was het. Oh, ik zal mijn super even neerzetten. Hier, kaboom! Ja, die super is heel nice. Maar die gewoon dat denkt, ja, weet ik niet echt. Ik denk dat Grom niet de beste knokker gaat worden in Solo Showdown. Misschien wel in andere maps. Of misschien oproergat kan wel werken, maar dan via de zijkant. Omdat je natuurlijk over muurtje heen kan gooien. Eigenlijk is het gewoon een soort van nieuwe
tik/barley-achtige knokker. Ja, want je gooit gewoon over muurtjes heen. Maar hij ziet er totaal niet uit als een thrower. Hij ziet er best wel heel groot en sterk uit. Maar eigenlijk is hij dat helemaal niet heel erg. Want hij heeft maar 4000 levens. We kunnen hier even iets doen. En dan heb ik hem. Oh, nice. Ik denk dat oproepgrot best wel kan werken. Ik dacht eerst, nou, dit wordt helemaal niks. Maar als je gewoon een beetje aan de zijkanten blijft, tussen alle muurtjes lopen, dan kan gif best wel een hele goede knokker zijn. Of nee, niet gif, grom. Ik zeg het helemaal verkeerd. Ik zal hier even mijn super neerzetten. Hier, kabom! Ook wel vet dat je muurtjes kapot maakt. Ik ga zo meteen even kijken wat er gebeurt als je je super midden op een muurtje gooit. Wat gebeurt er dan? Of kan dat niet? We gaan het zo meteen eventjes checken. Oké, hier deze even openen. Ik denk dat Grom serieus nog best wel kan werken in zo'n map als deze. Maar ik denk niet in heel veel andere maps. Kijk, dan kan je hier je gate neerzetten. En dan kan je gewoon vanaf hier aanvallen. Ja, nog één hit. En dan heb ik mijn super. Dit is super chill, jongen, om op deze manier aan te vallen. Die kunnen we nu hebben. Ja, top. Ik zal... ik wou mijn super even inzetten. Stel, ik zet hem hier neer. Wat gebeurt er dan? Oh, nee. Oké. Okay. Huh? Maar hij maakt hier in het midden wel een gat. Ja, dat is wel vet. Trouwens, mijn super op die gadget, die blijft echt heel lang staan. Dat is echt niet normaal. Oké, okay, die Daryl. Geen idee wat die deed. Nu moet ik trouwens wel even uitkijken. Maar ik ga kijken of ik kan winnen. Hierna gaan we trouwens even een potje knokbal doen. Dat is op zich ook wel leuk. En dan zal ik hier even mijn super neerzetten. Come on! Jullie super is heel nice. Het is een goede knokker. Ik denk niet alleen dat het de beste knokker gaat zijn tijdens release. Zeg maar. Soms heb je echt dat knokkers mega goed zijn als ze net uitkomen. Ik heb niet het idee dat dit de beste knokker is. Maar ik denk wel dat het echt een hele goede knokker kan zijn. Als je er goed mee kan spelen. We doen even een potje knokbal. Aangezien knokbal ook heel veel gespeeld wordt. Ja, ik zelf vind solo showdown echt super nice om te spelen. Duo ook. Maar knokbal is natuurlijk ook een handige game mode. En dan kunnen we zo meteen misschien wel even een... Oh, een knokbal map doen. Ik moet hier even uitkijken. Oh, dit is echt heel erg wennen. Oké, maar dit gaat nog goed. Oké, maar we kunnen misschien zo meteen een knokbal map doen met veel bosjes. Want dan kan je natuurlijk die tegenstanders zien lopen door de bosjes. En dat maakt deze knokker wel echt heel erg nice. Alleen tegen een knokker als Edgar, ja, het is nu een bot. Dan heb ik een schuiving van kant. Maar als je tegen een Edgar moet in het echt, dan ben je echt gewoon totaal kansloos. Dan word je echt meteen gekild. Dus daar moet je wel echt voor oppassen. En ik zal trouwens zo meteen eventjes mijn sterrenkracht selecteren. Dat je extra damage doet als je maximaal bereik hebt. Ga ik eens kijken hoe dat is. Want ik doe nu dus de hele tijd 1500 damage. Even kijken of ik dan meer damage kan doen. Nou, zo wordt het mij wel heel makkelijk gemaakt. Dus ik ga even de andere sterrenkracht selecteren. Dus dan gaan we dat even checken. Die gadget vind ik trouwens al heel erg nice. Dat sowieso. Maar we selecteren dus even deze sterrenkracht. En dan gaan we eens kijken hoe dat is. En we kunnen anders ook een andere gear selecteren. Dat we misschien iets meer levens hebben. Ja, dat is op zich wel handig. Dan krijgen we iets levens erbij. En dan gaan we even spelen in een map met veel bosjes. Dan doen we deze map. Dit is wel een map die ook wel regelmatig tevoorschijn komt. Waar je echt knokbal in kan spelen. En dan ga ik eens kijken of dit echt daadwerkelijk mega veel voordeel heeft om met je gadget te spelen. Ja, dat kan haast niet anders. Volgens mij, als je hier deze neerzet, ja, dan kan je gewoon door die hele bosjes kijken. Dat is echt ziek. Doe ik trouwens meer damage. Stel, ik ga nu even op de Carol damage doen. Ja, ik doe gewoon 1950. En als je dus dichtbij het doet, doe je 1500. Dus die extra damage is wel echt heel erg chill. Ja, dat is heel erg chill. Kunnen hier even scoren? Oh. Golazo! Dan ga ik nu even met mijn super gooien, want dan ben ik benieuwd of ik met mijn super ook extra damage doe. Kaboom! Oh, ze komen ook, ze worden ook allemaal naar achteren geslagen. Dat is op zich ook wel nice. Ik zal trouwens weer even mijn gadget hier neerzetten. Want dan kunnen we weer even door de bosjes heen kijken. Ja, dat is echt heel chill. Die gadget ben ik echt heel enthousiast over. Over de knokker zelf weet ik nog niet zo. Ja, het gaat ermee door, maar het is denk ik niet de allerbeste knokker. Ik ben wel heel erg benieuwd naar de andere knokker. Ja, daar mag ik binnenkort mee spelen. Hoe die speelt, maar... Oh, ik weet het niet hoe Fang die speelt. Wat zullen we doen? We zullen nu even gewoon een open solo showdown map doen. Dan gaan we eens kijken hoe dat speelt. Want het is natuurlijk op zich wel een long range knokker. Want je doet natuurlijk een throw. Je kan nog redelijk ver gooien. Maar vervolgens kan je daarna ook nog verder hitten. Want kijk, die kogel schiet ook nog verder weg. Dus ik denk qua range is het wel een van de knokkers met de langste range. Dat sowieso. En ik denk dat dit wel de betere sterrenkracht is, om eerlijk te zijn. Want je doet namelijk gewoon extra damage, waardoor je gewoon sneller knokkers kan killen. En dat is op zich wel lekker. Eigenlijk kan ik beter hier schieten. En dan doe je meer damage. Ja, eigenlijk kan je dan beter op die manier kistjes openen. Gewoon zorgen dat je er iets voor schiet, als je de sterrenkracht natuurlijk hebt. Want dat scheelt gewoon best wel wat extra damage. Ja, want dat is volgens mij 25% extra damage of zo wat je doet. En dat is gewoon behoorlijk veel, hoor. Dus dat is wel een tipje. Als je de sterrenkracht
sterkkracht hebt van Grom, ga die kist op die manier openen. Maar we gaan eens kijken of we nu kunnen winnen. Ik zal hier eventjes mijn gadget neerzetten. Kijk, dan kunnen we mooi alle bosjes checken. Boom, boom. Oh, daar had ik hem al bijna. Oké, ik ga voor die M's. Ik heb mijn super. Die ga ik hier neergooien. Kaboom! En je wordt inderdaad achteruit geslagen door die super. Dus dat is nice. Oké. Grom was nu wel eventjes nice. Oké, misschien dat Grom ook wel goed kan worden. Laat even weten in de comments wat jullie denken hoe goed Grom gaat zijn. Kijk, hoe ik die M's aanpakte was wel echt heel erg nice. En zolang je geen knokkers tegen je hebt, zoals een Edgar of zo, of een El Primo met super, dan denk ik dat je met Grom best wel heel erg goed kan spelen. Ik zal nog even mijn super gooien als laatste. Kaboom! Die was wel echt lijp. Ja, die was wel echt heel erg lijp. Maar ik ben benieuwd wat jullie vinden van Grom. Ik ben er enthousiast over, dat sowieso. Maar ik weet niet of het de allerbeste knokker gaat worden. Maar misschien dat hij ook wel heel goed gaat spelen op het moment dat je wat meer bent ingespeeld. Ik ben benieuwd. Maar ja, we gaan het zien. We gaan het zien. Maar hey, dat was dit voor deze video. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten als je dat nog niet hebt gedaan. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als je dit nou een leuke video vond, dan weet ik 100 miljoen % zeker dat je video die hier staat ook wel leuk vindt. Nou, niet 100 miljoen, maar wel vrij zeker. En wat ook leuk is, is als je hier drukt, dan kan je abonneren op mijn kanaal. Doe je mij een groot plezier mee. En dan check Bouwens uit mijn kleding op bouwens.nl. Nieuwe merch staat online. Dan word je echt lid van de Bouwens Army.